Maar zou ik eigenlijk Jerry en Leo even naar voren willen laten? Nee, het gaat wat moeizaam, maar uiteindelijk lukt het toch. Let op voor de kuiltjes, Leo, daar. Ja, dat gaat wel. En dan, als jullie daar even plaats willen nemen, een beetje zo dat het publiek jullie ook kan zien. Hier achter de tafel, dan ga ik nu het woord geven. Vrienden! Medeleven! Frank, ik bedoel, Zwarte Leeuw. Als jullie even aan de zijkant blijven staan, dat is wel leuk voor de plaatjes, maar we hebben hier voorlopig even genoeg voor jullie hoor. Ik geef nu het woord aan Alec. Ja, ik ben erg blij dat ik hier vandaag bij mag zijn. Ik wil even iets schetsen wat op dit moment gebeurt. Op dit moment is er een schip onderweg van de haven van Southampton naar Baltimore in de Verenigde Staten. En op dat schip staan twee pallets. En op die twee pallets daar staan zoiets van 75 dozen. En in die dozen zitten ongeveer 1000 exemplaren van de Black Line, de Engelse editie van het boek wat we vandaag presenteren. Dit boek, de Black Line, de Engelse editie is al anderhalf maand geleden uitgekomen. En die boeken zijn onderweg naar Amerika omdat daar een vraag naar is. Dat is het mooie. Het is al besteld door boekhandels als Borders en Barnes & Noble. Niet in ontzettende grote aantallen, maar wel zo interessant dat die boeken nu onderweg zijn. Dus als u binnenkort in Amerika bent, in New York, loopt dan eens een boekhandel binnen. En je hebt een beste kans dat daar een exemplaar van de Black Line zal staan. Maar vandaag gaat het om de Zwarte Leeuw, de Nederlandse editie, de vierde druk. En ik moet zeggen, Nieuw & Jazz is erg blij en trots dat we dit boek hebben mogen uitgeven. Het is niet de normale lijn van ons. Wij geven over het algemeen boeken uit die zijn geschreven door gerenommeerde of zelfs zeer gerenommeerde grootmeesters. Ook ons openingsboek, we hebben onlangs een boek uitgegeven van Morozevich en van Victor Borogan. En dat hebben we echt schakelen ze de top 10 of de top 20 van de wereld. Maar waar Nieuw & Jazz onze markt is de amateurspeler. Wij leven van de clubschakers en de internetspelers die boeken kopen of tijdschriften van ons of die dingen bij ons in de winkel bestellen. En daarom is het ontzettend leuk dat we nu een boek hebben uitgegeven dat ook door amateurschakers is gemaakt. Een boek met al een behoorlijk lange historie, daar is al het een en het nodig over gezegd. En ik ben erg blij dat we vandaag het eerste exemplaar kunnen overhandigen. Het boek is natuurlijk tot stand geschreven door Jerry van Reekom en Leo Jansen. Aan hun kant is daar ook door een team van mensen aan gewerkt. Ook aan de kant van Nieuw & Jazz en Alkmaar hebben daar verschillende mensen aan gewerkt. René Oldhoff en Peter Boel, die hier aanwezig zijn, die hebben redactioneel de zaak onder de arm genomen. Wie er niet is, is Anton Schermer, die de opmaak heeft gedaan. En de cover die ik zelf, de frontcover die ik zelf nogal gesnaakt vind, is gemaakt door Steven Boland. En misschien wel aardig om een klein detail te vertellen over die cover. Die ogen van die leeuw, die zijn door hem speciaal een beetje gelig gemaakt om die leeuw nog een beetje dreigender en gemener te laten kijken. Dus die ogen die zijn gemanipuleerd door Steven Boland. Ik vind dat zelf wel aardig en ik ben van mening dat het een hele aardige cover is geworden. Iedereen die er bij betrokken is geweest, hartelijk dank. En ja, dan ben ik nu overgegaan tot het uitreiken van de eerste exemplaren. Thank you.